is helemaal hot and happening. De banen die schieten uit de lucht. En veel BN'ers die kunnen er geen genoeg van krijgen. Jij toch ook, Bart? Nee, ik ben dan tennis. Tennis. Hij denkt lijkt tennis. Op elkaar. Maar ja. Hoog tijd, dachten wij, om Peter Gillis met deze populaire sport te introduceren. Peter! Hey, meidje. Goedemorgen. Alles goed? Zeker. Heb je een beetje kunnen slapen? Ja, ik heb er zin in. Vandaag gaan we iets doen met de snelst groeiende sport van Nederland. Heb je enig idee? Nee, ik laat me eigenlijk verrassen door jou. Kom, we gaan kijken. Nou, dan ga ik mijn eigen vlug omkleden en we kunnen beginnen. Ga jij maar omkleden? Ja. Wauw. Nou, let's go. Nou, ik ben er klaar voor. Daar ben je. Je ziet er goed uit. Lekker sportief. Ja, lekker. Hey, je hebt al geraden. We staan in een padelcentrum. Ja, een beetje tennis of niet? Of en van wie kunnen wij nou beter instructies krijgen dan van John van Lotten? Oh ja? Ja, ja. Oh, dat is fijn. Ja, let's go. Dat is fijn. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Welkom bij Plaza Padel. Peter. Leuk om er te zijn. Dankjewel. We hebben er zin in. En hebben jullie wel eens gepadeld? Ik één keer. Jij? Ik ooit heel even voor Massa's Kassa. Het is eigenlijk hetzelfde als tennis. Qua punten scoren en service en 15-0, 30-0, et cetera. Alleen je ziet hier dat je in een soort kooi staat met glas aan de achterkant en aan de zijkant en gaas. Dus het is een relatief makkelijke sport om te leren. Dus hierbij succes. Dus ik kan het ook leren, denk ik. Jij kan het zeker leren. Ja, het is heel laagdrempelig. Jij gaat weer winnen. Ik ga jullie eens even de voorhand en de backhand even leren, zodat je in ieder geval even het gevoel krijgt van ballen slaan. Ja, dan moeten we natuurlijk even een potje spelen. Oké, okay, let's go. Ja? En als je mislaat, wat dan? Ja, dan heb je strafpunt 10 push-ups. Hey, je moet zo staan, hè? Hey. Ja, ik word al zenuwachtig van jou. Ik kijk niet naar jou. Probeer in eerste instantie niet te hard te slaan. Eerst even het gevoel te krijgen van de impact van je... Stop. Ik ga hem eerst proberen te raken. En dan ga ik kijken waar hij landt. Ik denk dat het heel goed is. Kijk eens, we kunnen al stoppen, je kan het. Geen bal gemist. Kijk, hij vindt het nog leuk ook. Ja, ik vind hem echt... Beter toch? Hey, en over het netje, hè? Heel goed. Ja, praat ik helemaal niet zoveel. Mooi. Ik moet er alvast weten. Zijn jullie nu klaar voor het echte werk? Durf jullie het tegen mij op te nemen? Ja, met z'n tweeën wel. Nou ja, ik heb al wat aan jou, toch? Heb ik net gezien. Ah, die is in. Dat is een ace. We gaan winnen. Nou, gefeliciteerd. Goed gespeeld. Onder de indruk. Niet normaal. Maar ja, jullie hebben natuurlijk ook een hele goede les gehad. Ja, ja, absoluut. Dat is van de beste. Ja, toch? Zeker weten. Nee, ik was echt wel onder de indruk. En gelijk vanaf de eerste bal raakte je hem goed. Ben je goed hoor. Ja, maar ik moet toch ervan weten. We hebben wel talent. Ja. Hey, super bedankt. Jij bent er vandoor. Ik ben er vandoor. Tot de volgende. Dankjewel. Dankjewel. Succes. Veel plezier. Wij gaan nog even padellen. Ja. We gaan even door. Let's go. Die man. Die wordt iedere keer weer in een bootje gehezen en nu padel. Hij doet het wel allemaal. Zo is dat. Zometeen.